Natuurlijk, mijn hart was samen met Caroline Vosman. Mijn kop was niet echt zeker of zij gaan winnen, maar zij bewijst baie van die experts verkeerd hier vandaag. Caroline Vosman wat weer stap, maar het lijkt weer of het beplan is. Zij stapt vinnig en zij neemt een beetje vloeistof daarin. En sy glimlag nog steeds, praat met die mense aan die kant van die pad. Ek is seker, sy gaan binnenkort weer begin hardloop, as sy iets daar klaar gedrink het. Haar gaping oor die Nurgaliyeva toning is so groot, 6-7 minute wat sy voor is. Denk nie, hulle het 'n kans om haar te vang. En daar gaan Caroline Vosman weer.